VHP-parlementariër Fanikeri Jitendra Kalu verwacht niet dat de pas aangestelde minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekram Soerjan, de agrarische sector kan redden. De parlementariër zegt dat de regering nog steeds geen financiën kan vrijmaken voor de sector en daarom kunnen ook geen projecten uitgevoerd worden. Bovendien is het werk inmiddels opgestapeld doordat er jarenlang nauwelijks projecten zijn uitgevoerd, meent Kalu. Zo zien we dus dat deze minister die nu aangetreden is, dat wij niet veel moeten verwachten. De regering heeft geen financiële middelen gehad. Tot de dag van vandaag is er nooit iets gepresenteerd vanuit de regering. Wat de beleidsinzichten zijn, wat de doelen zijn die gerealiseerd moeten worden. En inderdaad aan wat je prioriteit moet geven of dat inderdaad aangepakt zal worden. En dan zeg ik ook, we hebben in Nigeria recentelijk de boerenorganisaties gehad die hun noodkreet naar buiten hebben gebracht om te gaan kijken hoe zij een goede prijs kunnen krijgen, een opkoopprijs voor hun paddy. Helaas hebben we gezien dat we steeds, en dat ben ik steeds geweest omdat ik in de LVV, vaste commissie van LVV zit, heb ik dus dat zoveel malen gevraagd om een driehoeksoverleg of overleg te hebben, laat me zo aanduiden, met alle actoren die in zo'n reisorganisatie zitten. Dat ze allemaal ook meegenomen worden, hun aandachtspunten meegenomen worden, zodat er een goede prijs is voor onze product. De parlementariër is wel blij dat ex-minister Suresh Algu is vervangen. Hij zegt dat Algu bijna nooit gesprekken heeft gevoerd met de vaste commissie van LVV in het parlement. Kalu hoopt dat Soerjan wel openstaat voor communicatie. Kijk, als je praat over een district van waar ik afkomstig ben, van Nikeri, dan zeg je die problemen zijn enorm. Je hebt sluizen die aangepakt moeten worden. Je hebt bruggen die aangepakt moeten worden. Je hebt grote infrastructurele werken waarbij kanalen, lozingen, alles moet aangepakt worden. Hoe gaat men dat bewerkstelligen? Want het is een opeenvolgend probleem. Want wat er gaat gebeuren als je die lozing aanpakt en wanneer je sluis niet in orde is, dan heb je het probleem nog steeds. Dus alles moest together in een bepaalde tijdbestek aangepakt kunnen worden. Kijk, de regentijd is al aangebroken. We zien nu dat het hevig geregend heeft. En ik weet dat het gaat verplaatsen naar richting Nikeri, naar het westen. En uiteindelijk zie je daar dat men de laatste oost, zeker nog 25% tot 30% van de productie, de oost, die moet nog binnengehaald worden. We hebben een aantal dagen al regens gehad. En de paddyboeren hebben moeite om dat binnen te halen. Alus VAP-parlementariër Jitendra Kalu van Nikeri. Hij zegt niet veel te verwachten van de pas aangestelde minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekram Soerjan.